Minister Renate Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer zegt dat de personen die in de media beweren dat het departement onterecht grond heeft uitgegeven aan leden van politieke organisaties, dit moeten bewijzen. De bewindsvrouw sprak journalisten woensdag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Vorswijk stelt dat het niet waar is dat er recentelijk lappen grond zijn uitgegeven aan prominente leden van de gele partij. Niet bekend. Ik ken die Kerry helemaal niet. Dus wanneer men aangeeft dat het gaat naar ABOP-toppers en PL-toppers, moeten ze dan maar met de bewijzen komen. Dat alleen kan ik dan aangeven. Helemaal. Laat hij dan dat staven met de beschikkingen of de bereidsverklaring die hij heeft gezien dat ik heb getekend voor de ABOP-toppers. Recentelijk heeft een assembleelid de minister en de partij beschuldigd van het uitdelen van lappengrond in Ikeri en andere westelijke districten. De minister verduidelijkte ook een kwestie die zich in Saramaka had voorgedaan met betrekking tot gronduitgifte. Tijdens de uitreiking in december hadden we een algemene uitreiking van gronden in Saramaka. Daar heeft een mevrouw een perceel gekregen. En via heb ik begrepen dat zij niet de rechtmatige is die dat perceel moest krijgen. Ik heb dan toen grondinspectierapport opgevraagd. Want kijk, ik krijg de stukken wanneer ze af zijn, ze gemaakt zijn. Ik moet alleen nog een handtekening zetten. Ik heb dan toen dat rapport gekregen. Ik heb het doorgenomen en ik heb gezegd van alles is volgens de juiste procedure. Als bijvoorbeeld de grondinspecteur die niet in Saramaka woont, naar Saramaka gaat en de aanvrager dan aangeeft, ik plant hier of ik heb hier gebouwd. Ga je natuurlijk rapporteren aangeven dat het door de aanvrager is aangegeven. En we gaan ervan uit dat de aanvrager de juiste informatie gaat doorgeven aan de grondinspecteur die niet daar woont. Dus op basis van de informatie die wij hebben gekregen van de aanvrager of vanuit het veld, is dat rapport gemaakt positief. Vorswijk zegt dat er op basis van de informatie een bereidsverklaring is opgemaakt. Zij bevestigt dat zij het stuk toen heeft getekend. De stukken zijn op Facebook gepubliceerd, waardoor de persoon in kwestie die is gaan ophalen. Er zal een tweede grondinspecteur ingeschakeld worden om de onduidelijkheden uit de wereld te helpen, zegt Vorswijk.